In Nijmegen is een rotonde die nog geen naam heeft. Dit kan soms voor een hoop onduidelijkheid zorgen. Eigenlijk is iedere rotonde zonder naam, dat is heel lastig in de praktijk. Ik bedoel, als er een ongeluk gebeurt, waar moet je naartoe? Bovendien doet zich de rare situatie voor dat deze rotonde in feite nog de namen heeft die wegen hadden voordat de rotonde werd aangelegd. En dat blijkt dan, als je kijkt in het Nationaal Wegenbestand, dan blijkt deze rotonde 5 verschillende namen te hebben. 22 stukjes wegvak met 5 namen, waarvan er 4 door de gemeente zijn vastgesteld. En dan zijn er nog wat reststukjes, die heten gewoon fietspad. De meeste straten, pleinen, rotondes en parken in Nijmegen hebben al een naam. Daarom is het ook zo raar dat deze rotonde nog geen naam heeft. Nou ja, dat komt eigenlijk omdat naamgeving in Nijmegen gebeurt dat officieel door de gemeenteraad. Andere gemeenten is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar naamgeving is in feite de sluitpost. Als we niks meer te doen hebben, dan gaan we ons buigen over naamgeving. En daar komt men gewoon niet aan toe. Er is ook niemand die denkt van, hey, zou dit ruimtelijk project, zouden we daar ook namen voor moeten vaststellen? Men heeft het over van alles en nog wat, behalve over naamgeving. Rob Essos heeft een voorstel gedaan voor een naam voor deze rotonde. De naam die hij heeft bedacht is het Vredenburgplein. Het is nog niet bekend wat de gemeente met dit voorstel gaat doen. Nou, ik ben dus begonnen met een brief aan de raad te sturen. De gemeenteraad gaat beslotverrekening over straatnaamgeving. Die zouden dus actie moeten ondernemen. Het probleem is alleen dat die nu ter kennisgeving op de raadsagenda staat. Dat is natuurlijk tegen mijn zere been, want men moet gelijk het college opdracht geven om te komen met een raadsvoorstel om de naamgeving alsnog vast te stellen. Gewoon doen wat men eigenlijk in 1997 al moeten doen toen men deze rotonde aangelegd heeft.